Ja, dit wordt leuk! 328 pk op de achterwielen en de laatste 6 in lijn in de BMW M235i. En wij gaan er vandaag mee op pad. Een 3 liter grote 6 in lijn van BMW, ja, dan denken we al snel natuurlijk aan een M-performance blok. En dat is het natuurlijk ook. Het is hetzelfde blok wat in de BMW M2 ligt. En in dit geval zijn we op pad met de BMW M235i, oftewel de achterwiel aangedreven variant. Ja, wat is dit toch een heerlijk leuk sturende auto. Goede gewichtsverdeling. En natuurlijk wel een beetje tricky nu met die vochtige wegen. Die achterkant die breekt nogal snel uit als je natuurlijk alles uitzet. Ah, wat een leuke auto is dit. Perfecte rijbeleving, perfecte rijbalans. Echt wel een leuke rijdersauto. We gaan dat vandaag met jullie uitlichten. Want dit is toch wel een auto die menig BMW-liefhebber toch het hardst sneller dat laat kloppen. Oh, je weet het nog, misschien 2-3 weken geleden hadden wij namelijk een BMW M235i, de Grand Coupé variant. Die hebben we uitgelicht en dat is namelijk het nieuwe type met het 4-cilinderblok. En dit is nog het 6-cilinderblok natuurlijk, de 6 in lijn. Het welbekende M-blok van BMW. Vermogen doet elkaar niet zoveel. De ISO heeft 326 pk, 330 afgerond. Ja, en die 4-cilinder die haalt ook gewoon 306 pk uit dat blok. Maar dit is toch net even wat anders. Net even wat anders rijden. En natuurlijk die achterwiel aangedreven. Ja, dat maakt het toch wel helemaal af. Echt des BMW's. Ja, en ze maken het niet meer. De M235i, de 6-cilinder, is verdwenen. De 135i, net zo, ook verdwenen. Natuurlijk, ze zijn er nog wel het model, maar met 2 cilinders minder. Dit is toch wel een BMW die gewoon heel erg goed samengesteld is. Het blok, de proporties van de auto, de grootte. Ik zeg dat het wel heel erg geslaagd is hoor. Ja, zoals ik al zei, heeft de BMW M235i en ook de 135i hetzelfde blok als in de BMW M2 Non-Competition ligt. En in die 2 en die 135i ligt 328 pk en 450 Nm aan koppel. En dat doet het echt niet onder als je kijkt in vergelijking met die M2. Het sprint gewoon in minder dan 5 seconden naar 100 met 18 uur aandrijving. Natuurlijk zeg ik wel bijna, moet je niet deze omstandigheden hebben die we nu hebben. Regen, koud. Dan moet je wel even wat meer grip hebben. Maar desalniettemin is het naast een hele sportieve en ruige auto ook een auto die heel comfortabel kan rijden. Je hebt natuurlijk verschillende rijmodi's. Zoals Comfort, EcoPro, Sport, Sport Plus. Allerlei varianten om het helemaal naar wens in te stellen en helemaal naar de geschikte rijmodi te kunnen rijden. Maar natuurlijk, als je gaat kijken om dat allemaal in te gaan stellen, is het natuurlijk wel het leukste in Sport, eventueel Sport Plus. Als je natuurlijk helemaal op eigen benen wil staan, versnellingsbak in standje Sport en natuurlijk gebruik maken van de flippers aan het stuur. Als we gaan kijken naar deze specifieke M235i Coupé waar wij nu in zitten en die bij ons nu in de voorraad staat, hebben we te maken met een witte variant met zwart, hooglandzwarte details, andere sieten M-sport velgen, M-sport remmerij natuurlijk met die hele mooie blauwe klauwen. Ja, en dan oogt die auto toch wel heel erg goed. Als je gaat kijken naar die M235, weet je, altijd natuurlijk die spiegelkappen en kleine strips eigenlijk in de voorbumper die in een soort chroom, ja, zilverachtig vervaardigd zijn. En dat steekt ook alweer heel erg mooi af met die andere donkere kleuren. De BMW M235i, waar we nu in zitten, zoals ik al zei, is een achterwiel aangedreven auto. Maar de M235i is er ook geleverd met een X-drive aandrijflijn. Oftewel, vierwiel aangedreven, hetzelfde vermogen, hetzelfde koppel, maar toch anders liggend op de weg. Dit is toch, als je in die Sport Plus gaat rijden eigenlijk, en je geeft een keer goed gas, dan voel je ook die achterkant echt flink uitbreken. Maar hij is nog wel goed handelbaar. Je kan hem echt nog wel temmen. Maar wil je er een keer gek mee doen, wil je hem een keer even vol omgooien, is het wel mogelijk. En als we dan even gaan switchen naar het interieur van die 235i Coupé, is het ook niks om voor je te schamen. Volledig Alcantara sportstoelen, met natuurlijk blauwe stiksels zoals het hoort bij een M-Performance model. Natuurlijk komt ook die M-kleuren weer naar boven, dat rood, dat blauw in twee tinten. Natuurlijk mooi vervaardigd in die stoelen. En ook een soort honingraadstiksel in zowel de deurpanelen en in die stoelen. Hebben ze toch wel heel mooi gedaan. En sportstuur natuurlijk, volledig leder sportstuur met flippers aan het stuur. Ja, wat blijft het toch een geweldig blok, hè? Natuurlijk lekkere flippertjes erbij, in de sportstand. Sportplus, dat haalt er nu even zitten met al die regen en die kou. Maar dat is wel zo bizar snel. Nu rijden we dan wel tussen het verkeer op de dijk. Ah, dit is wel prachtig gedaan weer hoor, BMW. Oh. Ja, die lach gaat er vandaag niet meer af, hè. Goeiedag zeg. Het is al wel opgehouden worden door het verkeer voor ons, maar... Wat geweldig. Ik ben benieuwd wat jullie als alternatief zouden kiezen voor de BMW M235i Coupé. Want zo'n 6-cilinder inlijn met gewoon dat, ja, 330 pk, 450 Nm, 8 uur aandrijving... Is het te overtreffen in dat segment? Dat je toch veel ziet zijn hot hatches, 4-cilinders. En daar is niks mis mee. Maar ik ben bang dat dit toch wel een van de laatste modellen is met een 6-cilinder in zo'n compacte auto. Laat het ons weten onder in de reacties. Bent u geïnteresseerd geraakt in deze 235i Coupé? Neem gerust contact met ons op. Ja... Ik ga nog lekker even toeren, want oh, wat een geweld. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. Vergeet uiteraard niet een duimpje omhoog achter te laten, te abonneren wanneer je dat niet gedaan hebt en een belletje aan te vinken. Want op dat moment krijgt u bericht wanneer wij iets nieuws uploaden en nieuwe content voor jullie klaar hebben staan. En zoals ik altijd zeg, tot ziens!